Lachende gezichten vandaag op de training bij de technische staf. Dat kan natuurlijk komen door de najaarszon, maar ook door de terugkeer van de diverse internationals. Zoals Christian Eriksen, die zich plaatste voor het EK. Of de terugkeer van captain Jan Vertonghen. Hij plaatste zich niet, maar keerde wel goed gemutst terug. Kopzorgen zijn er ook voor de technische staf, want er zijn blessures en schorsingen. Ebesilio en Serrero kunnen niet meedoen. En of Toby Alderweireld AZ thuis kan spelen, is nog maar de vraag. En de aanwezige voormalige sterren van Ajax zagen een goed gesprek tussen Bergkamp, Boulikin en Siem de Jong. Een van de laatste twee zal de plek van de zwaar geblesseerde Sigthorsson op moeten vangen. De training zelf kenmerkte zich door een lange oefening waarbij geoefend werd op het opbouwen van de aanval. Dat ging ongeveer zo. Via Vertonghen, Anita en Ooyer gaat de bal naar Lijon, de mogelijke vervanger van Van der Wiel. Via een inzakkende De Jong die kaatst op Soleimani komt Lodeiro in actie en de Uruguayaan stuurt Boerichter diep. En zijn voorzet komt via de inzet van De Jong in de handen van Kenneth Vermeer. Maar waar Vermeer nog redding kan brengen, moet de bal zaterdag natuurlijk voorbij de doelman van AZ. Aanwijzingen waren er ook van de technische staf die de lat, zoals altijd, hoog legde op de training. En gescoord werd er ook tijdens deze oefening. Lukoki wordt hier diep gestuurd en zijn voorzet komt makkelijk binnengetikt worden door Derek Boerichter. En na deze goal van de linksbuiten van Ajax werd de selectie opgedeeld in twee teams voor het partijspel. Team Oranje stond onder leiding van Dennis Bergkamp. Team Geel werd geleid door spelercoach Frank de Boer. En het was Frank de Boer die een prachtige paas verstuurde op Derek Boerichter, waarna Lodeiro Kenneth Vermeer passeert. Een goede goal dus van de Uruguayaan op de training en onder toeziend oog van Ajax A2-trainer Dien Goree werd er daarna nog afgewerkt op doel. Theo Jansen maakte de mooiste en lijkt klaar voor de topper van zaterdag.